De laatste en allesbeslissende marge van de Team Triathlon Series speelt zich af in de Lilse Bergen en dat op een technisch en een voor de toeschouwers heel aantrekkelijk parcours. Zoals gebruikelijk beginnen de dames als eerste aan hun wedstrijd die, net als bij de mannen, voor dubbele punten telt voor het algemene klassement. Met 12 ploegen en een 45-tal deelnemsters wordt de afsluitende wedstrijd op gang geschoten. Na het keren rond de boei komen de triatletes even op het vasteland om aan ronde 2 te beginnen. In het vakjargon heet zoiets een Australian Exit. De eerste die uit het water komt is Maya Kingma van SMO Specialized. Kingma heeft een mooie voorsprong opgebouwd van meer dan 20 seconden op een groepje met daarbij onder andere Katrien Verstuift en Charlotte Deldale. Maya Kingma, een Nederlandse en een beloftevolle triatlete, komt ondertussen als eerste door in de wisselpost. Even later zien we ook Katrien Verstuift, Charlotte Deldale en Kirsten Nuyens op de voorposten verschijnen. Het veld ligt hier al goed uit elkaar. Er vormt zich na één fietsronde een kopgroep. Kingma wordt bijgehaald door Verstuift, Nuyens en Deldale. De achtervolgers hangen al op 45 seconden. En hier zijn we dan met die achtervolgers. U herkent in vijfde stelling Christine Verdonk, 6 maanden geleden nog moeder geworden en nu al terug op de voorposten. Haar echtgenoot Wouter van der Mast zorgde deze ochtend voor een succes. Hij won de kwart triathlon. Deldale, Nuyens, Kingma en Verstuift worden bij de tweede doortocht ingelopen door de achtervolgers. Verdonk dicht het laatste gaatje. We zijn nu met zo'n 16 atletes vooraan die 2 minuten voorsprong hebben op de achtervolgers. Charlotte Deldale neemt ook in de laatste hectometers de groep op sleeptouw en maakt zich met haar 15 metgezellen klaar voor de laatste wissel. De snelste tijd van de combinatie zwemmen en fietsen staat met 15 minuten en 22 seconden op naam van Katrien Verstuift. We hebben nu 750 zwemmeters en 20 fietskilometers achter de rug. Nog 5 kilometer lopen en we weten wie SMO Specialized opvolgt als eindwinnaars van de Team Triathlon Series. Wie komt daar als eerste door in het bos? Jawel, het is Katrien Verstuift. Als tweede zien we Laura Swanet van KTT Zamaro doorkomen. Verstuift wint voor Atriac de sprinttriathlon in Lille in 1 uur 8 minuten en 32 seconden. Swanet is tevreden met haar tweede plaats op 11 seconden en als derde komt Sarah van de Veld toe op toch al een kleine minuut. Atriac is zo meteen zeker van de eindzege. Hier krijgen we Charlotte Deldale op. En dan is het een 6e plek voor de FC IDC. Ook de mannen mogen aan hun finale beginnen in de Lilse zwemvijver. Willen de heren van SMO Specialized hun titel verlengen, dan moeten ze voorbij het sterke blok van KTT Zamaro geraken. En er wordt meteen hard doorgetrokken. Tuur Lemmes van TDL Verbinnen Sport gaat er al van bij de Australian Exit als een speer vandoor. Lemmens behoudt zijn voorgift en komt als eerste het water uit voor Simon Foles en Kjell de Hertog. De verschillen na het zwemmen zijn vrij klein. Dat zien we hier aan de wisselzone. Het verschil tussen Tuur Lemmens en de tiende Willem Brems is nog geen 20 seconden. Bij de eerste doortocht in het fietsen zien we dat een groepje van 15 renners zich heeft afgescheiden. Maar meer dan een handvol seconden op een achtervolgend pelotonnetje bedraagt de voorsprong niet. Louis Nayaert probeert dan om weg te rijden uit het hergroepeerde peloton.
De reactie komt er van Erwin van der Planken van 3GT, maar ook de rest van de atleten komt terug. Ondertussen zijn ook de hemelsluizen boven de Leelse bergen opengegaan. Alexis Krug van SMO Specialized heeft onderweg wel een voorsprong kunnen uitbouwen, maar daar blijft nauwelijks nog iets van over aan de wisselzone. Met een grote groep van liefst 40 triatleten beginnen we aan het lopen. Krug komt ook als eerste uit de wisselzone en krijgt bij het lopen af te rekenen met achtervolgers Tom Suttens, Simon de Kuiper en Menno Koolhaas. Nog voor de mannen het bos intrekken, wordt Krug al teruggegrepen. En dan trekt Simon de Kuiper alle registers open. Hij weet dat door de dubbele punten en een zege een goede basis kan gelegd worden voor de eindoverwinning. Ondertussen moet Kjell de Hertog van LTTD 10 secondjes brommen in de strafbox, na vermoedelijk een foutje in of voor de wisselzone. Aan Simon de Kuiper valt vandaag niets meer te doen. Hij bouwt stelselmatig zijn voorsprong uit en wint de manche in de Leelse bergen. Tweede wordt Olympier Jelle Geens op een kleine 40 seconden. En ook Menno Koolhaas van het SPNO No Drugs Team laat als derde niet lang op zich wachten. Jeroen Luxem van Atriac wordt vierde en Marco van der Stel, ook van SMO Specialized, wordt vijfde. De dagzegen bij de mannen gaat vandaag naar het team van SMO Specialized voor de jongens van Atriac en het LTTD Oil Service van Jelle Geens. En de dames pakken de triatletes van Atriac de zegen voor ITC EFC en KTT Zamaro. SMO Specialized haalt het bij de heren voor KTT Zamaro en LTTD Oil Service, terwijl de atletes van Atriac de meerdere waren van die van ITC EFC en KTT Zamaro.